Hallo mensen, ik wist niet dat jullie hier al waren. Heel leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe handhaving video. Ik zou zeggen, laten we heerlijk gaan beginnen. Zo. We zijn weer helemaal inzetbaar. Klein schrammetje op de auto is niet meer te zien. Viel ook wel mee allemaal hoor. Iedereen. Hey! Wat moet dat hier? Don't fuck with de handhaving, hè? Kom hier. Ga eens heel snel aan de kant, jij. Oh, shit. Ik moet even volgen. Oh, wat was dat dan? Even meekomen. Hier naartoe. Nee. Luisteren. Hij wil niet luisteren. Die krijgen een bekeuring. Ook al mag ik hem helemaal geen stopteken geven, maar wij mogen dat. Zo. Nou, wat ik was aan het vertellen. Wij hebben een, of wat ik wou gaan vertellen. Wow! Wij hebben een taser gekregen omdat we ons werk zo goed doen. Dacht ik van, de baas geeft ons een taser. Dus we hebben nu en een taser en een wapenstok. We kunnen iedereen aan. Met de grootste bazooka's kunnen we gewoon helemaal kapot slaan. Of taser. Ik had een vraagje voor u. Ben je weer helemaal lekker bij je hoofd? Maar dat kan ik niet vragen. Dus ik wil graag een ID zien of een rijbewijs. Want ik geloof niet dat u die heeft. Nou, die heeft u wel. Oké, dan kan ik verder niks doen. Doei. Goed. Wij zijn inzetbaar voor de handhavingmeldingen. We luisteren gewoon stiekem mee met de politie. Want we hebben nog steeds onze politie mobiele phone. Die gewoon meldingen van de politie in beeld laat komen. En dan, als we denken, daar kunnen we mee naartoe gaan. Dan gaan we dat ook zeker doen. Maar voor nu, iedereen die fout geparkeerd staat, gaat niet aan mij ontkomen. Wow, die werd gestolen. Moeten we daar iets mee? Daar kunnen we niks mee. Ja, daar kunnen we niks mee. We kunnen alleen maar kijken naar deze zieke auto met uitlaten die ik niet... Oh, zag jullie dat? Oh, ik moet remmen. Wauwie. Dat de baas ons zo'n auto geeft. Dat is ongelooflijk. Oh, grote grotjes, we hebben de eerste melding. We gaan naar een assistentieambulance en we zetten ons oranje zwaarlicht erop. Ja, ik droom toch echt van blauw, maar ja, we moeten het met oranje doen. En we gaan hier tussen. Oh god! We hebben onze toeter wat aangepast, zodat het lijkt op een sirene hebben. Maar we hebben toch echt de eerste melding. Hoor dat geluidje eens. We gaan naar een ambulancebroeder. Die wordt lastig gevallen. En dat is absoluut niet de bedoeling. Niemand valt de mensen van de ambulance of van de brandweer of van de politie of van de handhaving lastig. Oh, we zijn er. Oh, we zijn er. Hier komen. Hier komen. Jij bent aangehouden. Kan ik dat doen? Ja. Kom hier. Oh, kom vechten. Oh, wow, wow, we gaan weg. Daar zijn wij. Boom. Nog iets. Ja, ja, ja. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Ik ben aangehouden, dacht ik toch. Goed. Heren, hallo. Handhaving. Johnny is de naam. En dan gaan we toch echt een echte politieauto laten komen. Die wij vragen of die mevrouw... Hé, ik was niet even maar aan. Vragen of die mevrouw kan wegbrengen. En dan zijn wij klaar met de eerste melding. Toch jongens, hoe spannend. Oh. Daar komt al iets, ik hoor de sirenes. Oh god. We hadden gewoon een Prio 1, maar we mogen het niet zo noemen. Want we mogen het niet met spoed rijden. Maar we reden wel echt super vet. Ging echt snel. Wow, daar is hier opeens.
Maar we blokkeren hier een beetje alles, jongens. Oh, ik wil een taco. Geef een taco. Kom, we gaan weg hier. End. Kan dat? End. Oh, god. Voelt hij mijn pek langs de weg? We hebben malicious vehicle damage in Marietta Heights. Geeft u alstublieft prio 2. Wowie. Via de meldkamer handhaving is er een melding binnengekomen dat er een auto met pech langs de weg staat. Laat dat nou net iets voor ons zijn. Oh god. Ja, dit hoort allemaal bij de rijtraining, mensen. Alles gaat volkomen veilig hier. Maar soms moet je keuzes maken. Gaan we hier? Oh, dat gaat er niet meer. Jammer, joh. Dan doen we het hier. We gaan even onze oranje zwaarlijk erop zetten, zodat de mensen weten dat wij hier... Ja, hoor. Oh, god. Ja, we hebben toch ergens een sirene zitten, maar ik weet niet hoe die aan en uit gaat. Maar ja, we mogen hem niet gebruiken. Even bumper kleven. Rechts er voorbij. Ja, we hebben een melding, hè, dus we moeten daar snel heen. Wauwie. Oh, je kunt ook op. Ja, daar zijn we. Oh god. Hij heeft pech. Jongens, zien jullie dit? Hij heeft pech. Goed. Hey, even serieus. Voor de mensen, ik zeg normaal altijd in het begin. We gaan even takenbaardje vragen. Oh, even veel schade. Dit is voor de grap. Neem mijn rijgedrag, mijn praten, mijn alles niet serieus. Neem deze video niet serieus. Shoutout naar de handhaving. Ik ga niet de handhaving hiermee belachelijk maken, maar het is toch wel een beetje grappig. Ja, toch, toch? Weet je wel, toch? Maar dan nog, ook al zijn we handhaving, dit soort meldingen nemen we niet aan. Kun je echt niet parkeren, hoor. Zo kun je echt niet parkeren, ik zeg het jullie toch. Voor een brandkraan, oh god, nee. Zie je dit? Zie je dit? Als dadelijk de brandweer moet komen. Oh, die krijgt zo'n dikke bom. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, we hebben een melding. Oh, ja, nee, ja, nee. Oh, goddekes, nee. Moet je kijken. Oh, god, nee. Je krijgt je toch Spaans benauwd van als je dit ziet. Oh, nee. Voor een brandkraan, dit kun je toch niet menen. We gaan even de kenteken opschrijven en dan gaat hij een hele dikke vette bekeuring krijgen. Ook nog een RS4, het mooiste voertuig wat er is. Nee, dat is de RS6. Dankjewel. Die doet er om mij, want ik krijg ook een bekeuring. Oh wacht, nee, ik wil niet bij u instappen. Mevrouw, reis door, dankjewel. Oh ja, die, oh ja, 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 ja. Oh, een paal. Hij stuit er een beetje, ik weet niet of het goed is. Ik laat het maar voor wat het is. Wat gebeurt me hier nou weer om het hoekje? Zit jij nou te bellen? Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? We've got a carjacking in La Mesa. Hij zit gewoon te bellen, die gek. Zagen jullie dat? Ga je zeker heel goed luisteren, jij? Waarom was je op je telefoon? Oh, ga maar ruzie zoeken. Ik heb een taser nu, hè? Dat weet je toch, hè? Hij krijgt van mij een bekeuring. En dat gaat zijn... Texting while driving. Want dat mag niet. Hier zo, kijk eens aan. Boom! Ik ga hem even uitschrijven. Blijf hier even staan, hè? Want ik mag je niet achtervolgen, natuurlijk. Want dan hebben we een probleem. Oh, man. Je wordt toch moe van deze handhavingvideo, hè? Alsjeblieft, zijn er vragen? Nou, oké, doei. Oh, wat is dat? Oh, wat is dat? We gaan eens kijken, hoor, wat we daar allemaal hebben.
Dat zou, een probleempje zijn in de winkel. Oh. Dus we gaan eens kijken wat voor een probleempje ze in de winkel hebben. Welke winkel is dat hier zo? Nou, gaan we eens kijken. Ah, what the fuck? Hey, doe ze niet. Ik heb een taser hoor. Hey. Ah, ah. Assistentie. Politieassistentie, alsjeblieft. Help. Hey, staan blijven. Hier rent hij, hier zo. Pak hem. Ja! Ik had hem hoor, agent, Die kun je krijgen. Pak zijn wapen, agent. Hier gaan we sowieso een lintje voor krijgen. Was dat niet super awesome dat wij dat hebben gedaan? Nou, doei! Oh, zo. Nou krijgt hij een bekeuring voor thuis gestuurd. Jij hebt rood, vriend. Daddy's gonna teach you a lesson. Ja, ik krijg een bekeuring van mij. Van lopen door rood. Dat gaan we niet nog een keer doen, hè. Ik had je bijna onder mijn auto zitten. Dan moet ik het weer uitleggen waarom ik jou onder mijn auto had liggen. En ik wil die auto niet kwijt. Want dat is een race monster, ik zeg het je. Doei. Oh, wat krijgen we nu weer? Oh, iemand heeft benzine gestolen. We gaan een aangifte opnemen. Hier zo onder. Even inhalen. Oh god, daar hebben we geluk. Hallo. Vertel. Ja. Ja. Ja, we hadden een toekje zo lang. Ik was er binnen zo. Oh, ik heb een. Ja. Ja, we gaan eens kijken. Wat hebben we hier? Oh ja, ja, ik zie het al. Geen kenteken. Oh, nou ja. Nou ja, ik zie het al. Maar wat is ze aan het doen eigenlijk? Ze staat daar gewoon een beetje te chillen. Nou, ik vind het maar raar hoor. Oh, wacht. Oh ja. Ja. Waar moeten we erachter? Oh, we moeten erachteraan, jongens. Dat had ik niet verwacht. Hier zo. Doei. Ik heb zo'n vermoeden dat dit er is. Ja hoor, dat is er. Ik weet het zeker. Of toch niet. Nee, het is er toch niet. En nu? Waar moeten we nu? Misschien heeft ze zich hier verstopt. Gevonden! Kiekeboe! Dispatch, suspect located. Moving to engage. Zo! Kom jij maar eens even hier. Wat zijn we nou aan het doen? Stap eens even uit. Uitstappen. Hier komen. Ik weet niet wat je bent aan het doen. Zo. En nu gaan we luisteren. Ik ben hier de baas. Dat dacht ik toch. Ik ben aangehouden voor diefstal van snoepjes, geloof ik. Wat kom jij doen? Afstand houden. Eindtransport José, AC, meldkamer handhaving. Wat moet dat hier, hè? Dat dacht ik toch. Nou. We wachten even op het transportje.
stomme auto, stomme vrouw. Die ging per ongeluk, maar goed, ze leeft toch. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen dan? Hallo? 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 Daar is ze hoor. Hallo. Zo. We gaan hier eens kijken of er zwervers zitten. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a 653 Mary on a suspicious vehicle in Texas City. We krijgen een melding. Want handhaving is inmiddels gespecialiseerd in bommen ontmantelen. Dus daar gaan wij heen. Met toeters en bellen. Of ja, eigenlijk zonder, maar we rijden hier wel de rood omdat het kan. Naar rechts. De verdachte auto. Zou het die bus zijn? Oh, oh, sorry. Ik heb hem gevonden hoor. Wat hebben we hier allemaal? We gaan eens kijken in de kofferbak. Oh, 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 wat moeten we doen? Freeze. Oh, oh. We gaan hem hacken. Hoe ging dit ook alweer? Nee! Hey! Hey, what the fuck? Hey, what the fuck is dit? Nee! What the fuck, jongens? What the... Godverdomme! Jezus Christus. Nou goed, hoe heet hij nog? Ik was zijn naam vergeten. Ik heb hem een naam gegeven. In het begin van de video zei ik mijn naam, ik weet het niet meer. Maar goed, hij is weg en hij is veranderd door Michael. Ik ga jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze onserieuze video toch een beetje leuk vonden. En het is ook genoeg geweest voor een paar maanden handhaving. Nee, een maandje handhaving is weer even goed geweest. Ik zou zeggen, tot de volgende handhaving video. Tot de volgende Alice Moonfall. En doei. Glasses, no expression.